Maar we waren gewoon bijna aangereden omdat iemand zo nodig de fucking rook moet. We gaan nu auto rijden tegen elkaar. Goedemiddag allemaal, het is vandaag alweer vrijdag. En Nancy en ik die zijn ons wat aan het klaarmaken. Nou, ik ben eigenlijk al zo wat als klaar. En wij gaan straks pakken de taxi. En dan gaan we vandaag shoppen in de grote mall hier in Izmir. En ja, daar heb ik wel zin in. Want natuurlijk is daar heel veel kleding. En het is hier natuurlijk ook een stuk goedkoper. Dus dat wordt heel veel kleding. We hopen dat het ook allemaal straks in mijn koffer past. Dus ja, en dan gaan we vanavond, geen idee nog wat we gaan doen. Maar dat zullen we dan nog wel even zien. En natuurlijk is mijn koffer ook gewoon weer echt één puinzooi. Dus dat gaan we vanavond ook weer eventjes allemaal opruimen. Maar we moeten ook straks eerst nog langs de bank. Want we moeten nog wat extra geld halen. Omdat we anders niet genoeg uitkomen met het testen voor zaterdag. En nou ja, allemaal de heenreis en dat soort dingen. Maar dus moeten we dat ook nog even regelen. Maar dat komt allemaal wel goed. Dus gewoon eventjes allemaal zien hoe en wat. Want ja, hier is de testen, zijn ze nu niet gratis. Het kost 200 lira. Ongeveer iets wat 20 euro is in Nederland. Dus dat valt dan wel allemaal weer mee. Maar ja, dat is gewoon eventjes allemaal goed regelen en alles in orde hebben. En ik hoorde dat Nederland nu ook met corona op code rood is. Maar we kunnen als het goed is nog wel gewoon terugreizen. Dus ik hoop ook dat het... Ja, en dat ze ook als ze negatief getest zijn, gewoon terug kunnen reizen. En niet dat Nederland in één keer weer op lockdown gaat. Want dan zitten we hier denk ik nog wel even. Dus dat is wel een beetje... Aan de ene kant is het natuurlijk niet erg. Maar aan de andere kant wil je ook wel gewoon weer eigenlijk naar huis. Dus ja, dat zullen we dan allemaal wel even zien. Maar dat komt allemaal vast wel goed. Dus ik maak me daar ook wel niet heel druk om of zo. Helemaal ready to go naar de stad. Dus nog wachten op Naji, want die is nog niet helemaal klaar. Hè, Naji? Hè? Gewoon niet hoor, ik me natuurlijk weer niet. Dat jij nog niet helemaal klaar bent. Heb ik niet over. Nou, we zijn bij de mall weer en de mediamarkt en alle grote winkels. En we waren zo net in de taxi. We zitten nog in één gedeelte. Ja. Maar we waren gewoon bijna aangereden omdat iemand zo nodig de fucking rood moest rijden. En ook niet te zuinig, maar ook. Nee, inderdaad. Even gewoon als het op rood staat, staat op rood. Dan ga je gewoon niet doorrijden. Maar ook een goed 50-60 was. Ja, dat is veel. Dat is geen 100 of wat. Nee, het is zeg maar voor gewoon op zo'n weg gewoon echt best gewoon hard. Maar gelukkig reed hij geen 100, anders waren we gewoon... Anders hebben we aan de zuidkant gehad. Ja. Dan lagen we nu in het ziekenhuis, maar... Nou, god me heen, man. Ja, of... Een gordel of zo bestond niet in ons auto. Nee, inderdaad. Je kon je niet zeggen, beter nee. Ja, maar echt. Nou ja, gelukkig leven we er nog. Nu gaan we schoenen. Dus nu gaan we schoenen halen. Ja, kijk of we... Oh. Nou ja. Succes. Kijk, schoenenwinkel. Dus daar gaan we nu eerst heen. Kijken of we wat leuke schoenen hier kunnen vinden. We houden van korting, want we zijn... We houden van korting, want we zijn Nederlanders. Oh, het is hier zo cool. Oh my god, wat merk willen we? Geen flauw idee. Vrouwen, kinderen, heren. Jij bent deze kant, ik ben die kant. Ja, is goed. Nou, doei. We gaan kijken voor schoenen. Kijken of steden daar gratis. Nou, we gaan nu de mall in. Want we hebben niks kunnen vinden daar nog bij zo. Nog niet. Dus we gaan eerst kleding halen. Of shoppen. En dan kijken of we nog schoenen gaan halen of niet. Ja. Ja, moet. Ja. Oh, wat zouden hier weinig mensen hebben gelopen, denk ja, je? Ja, echt. Ja, echt heel weinig wat mensen. Ja. Nee, maar. We gaan nu lekker Agora heen. Kleding shoppen. Hopen dat we wat kunnen vinden, maar vast wel. Deze man is echt ontzettend groot. En dat heel veel winkeltjes en zo. Dus dat is ook wel leuk. We hebben lekker eten gehad. Niet aan mijn eten zitten. Nee, niet doen. Hij heeft nog geen eten en ik wel. Hij moet nog lekker wachten. Ja, kipnuggets. En dit is. En cola. Eet smakelijk allemaal. We gaan nu auto rijden tegen elkaar. Let's go. Kijken wie er is.
naadje gevonden bij de andere ding. Zullen zien wie er nu gaat winnen. En nu heb ik lekker een Starbucks halen. Ik verwacht hem wel gewoon echt leuk. Lopen ze de hele winkel in. Ja, gewoon de hele tijd. De hele winkel zit hem af. Ja. En het enige wat we ook nog hebben gekocht is gewoon de twee versies van Victoria's Secret. En we hebben gegamed. Ja, en nog gegamed. De tweede keer in de auto ging beter dan de eerste keer. We hebben gegeld door de hele... Oeps. Ik kan geen Nederlands meer. Nee. Weet zoiets? Arcade. Dat ja. Dat is Engels. Ja, maar... Ik zei toch Nederlands, het is Engels. Game Hall. Ja, het is hetzelfde. Auw. Ach ja. Gewoon eerst lekker Starbucks halen en daarna lekker verder zoeken. Ja, die maskers. Blijf ik gewoon echt vervelend om je oren. Je krijgt gewoon flap horen van. Ja. En we hebben ons drinken. Oh, je kan erin klikken. Ja. Ja, dat had ik al. Ik kom er net achter. Ik niet. Ik had het wel. Ik heb het warm. Doei. Ja, het is ook warm. Oh, wel schattig hoor. Welke winkel is? Waikiki, dan gaan we eerst weer halen. Ja. Die bruin of kip kijken, die gele? Ja, doe maar. Die broek moet ik eigenlijk wel doen, denk ik. Ja, die stond al heel leuk. Ga nu. Een stuk moeilijke keuze. Yes. Dat is ook goed, hè? Gewoon keuzes maken. Ja. Oh. We gaan eventjes kleding halen, wat we net... Hij is in het zwart. Ja, dat had je toen ook al gezien. Maar alleen die voorste was dat. Oh. Kijk, dit is een van hetzelfde. Go. Yep, we're getting it. Oké. We gaan nu de kleding halen die we hadden gezien. Maar we gingen even verder kijken of we nog wat anders tegenkwamen. Maar dat zijn we niet meer gekomen, dus we gaan we echt halen. Wat we wouden. Het ziet er wel heel vet uit. Ja. Hey, mijn medium hangt er nog steeds. Niemand wil deze kruis doen. Nee. Het is wel een hele vette trui. En mijn broek hangt er nog. Die hangt er ook nog. Dat is wel een leuke combi. Saantje heeft waarschijnlijk de buiten binnen. Auw, de buiten binnen. Dat vind ik ook gewoon. Ja. Ja, gaat wel vet uit. Het klonk wel gewoon mooi. Maar het is zelfs echt zo'n ballet vibe, die muziek. Even bij de Jack & Jones aan het passen. En ik ga deze trui halen, maar het ziet er gewoon heel raar uit bij dit rokje. Like, gewoon, nee, maar dat moet je dan even maar wegdenken. Maar voor de rest vind ik hem wel leuk zo, want kijk zo. Ja, die gaan we halen. We gaan ook nog een wit shirtje halen. Deze. Die gaan we ook nog halen. Met een leuk mondje erop. Toppie. Ja, ik vind hem leuk. Alleen dat rokje maakt het raar, dus daar moet je gewoon even. Die moet je gewoon eventjes. Gewoon met een broek denken. Ja. Nou, alsof het gaat lukken. Nou, nee, eigenlijk niet. Maar ja. Die gaan we doen. Ja, die gele trui stond ook heel raar met de zwarte plekje ook. Ja, precies. Daarom. Die gaan we gewoon. Ik heb niet meer gegeven, dat is het. Ja, I know. Ik had in het ook wifi en toen geen beetje weird. Waarom kan ik niet zien versturen? Nee. Ik vind het leuk. Dus ik ga hem ook erbij kopen. Welke? Deze trui.
Die heb ik al aan. Dus die is niet meer te komen. Ja. Helemaal top. Het is gewoon alweer donker buiten, dat we zo lang hier in Agora zijn geweest. En het zinkt weer naar verrotte ei, want we waren toen bij mij thuis. En toen had de vriendin van mijn broer had ze een rotte ei. Moet ik wel moet? Nou. We gaan niet bovenlangs weer. Oh jee. Maar in ieder geval... Of iemand hier eroverheen willen? Nee. Maar in ieder geval... Dus ja, ruikt het naar rotte ei en... Nee, geen rotte ei, maar heel veel ei. Ja, het is gewoon... Maar in ieder geval... Oeh, auw. Sorry. Oh nee, dat was jij niet. Ik ging daar vanaf naar mij komen. Oh, ik dacht dat ik dat was. Jij dacht, ik heb het weer gedaan. Ja. Maar... Hoor dit. Ja, ik hoor het. Maar in ieder geval... Omdat... Ik wacht op dit. In ieder geval... Hebben we tassen. We zijn gezaagd. En we gaan heel omhoog. Ja. Op de trap. Dit was een beetje eng. Dat is toch wel. Maar we zijn in ieder geval goed geslaagd. Oh, sorry. Ik was jij nog. Ja. Nu laat maar zeggen. En nu weer terug naar huis met de taxi. En dan thuis nog eten. Het is denk ik een beetje laat. Ik ben het adres gevonden. Nee. Dat weet jij nog. Alleen jij probeert niet te flukken met mij. Nee. Ik ben wel. Ik moet spreken. Nee, ik ben niet om daar met spreken, want ik kom nooit vaker in Turkije. Nou, niet hier. Hier kom ik nooit alleen. Hier gaan we altijd met de auto naartoe. Ja, nou, dat komt wel goed. Hij zit gewoon te lukken, dus al. Maar we lopen dus nu naar de taxi. We lopen nu naar de taxihalte, want we gaan naar huis met de taxi. Je ziet me niet meer, want het is donker buiten. Het is nog maar iets van 9 uur of zo. En we moeten nog eten. Het is wel hoog. Maar ja, het is fijn, want hier eten ze sowieso trouwens altijd laat rond een uur of 9. Dat is gewoon heel normaal hier, omdat het anders ook gewoon warm is. Dus wel. Maar ja. Het is maar eens richting huis. Dat was den weer die vlog voor vandaag. Bedankt voor het kijken en tot die volgende vlog.